even opstaan. Oké, rugstrekken. Ik heb toch zoveel last van mijn rug, kijkers. Dat deed echt heel veel pijn, die val. Maar gelukkig heb ik een hele sterke rug. Maar maakt niet uit, kijkers. Ik heb zo'n sterke rug inderdaad dat ik ben zo vaak gevallen, weet je. Dit kan me eigenlijk helemaal geen pijn meer doen. Gelukkig heb ik het niet zo dramatisch op YouTube gezet. Anders dachten jullie al lang dat ik dood was. Nee, joh, tuurlijk niet, gekkies. Ik heb gewoon een beetje last van mijn benen en mijn rug, joh, hè. We leven nog! Yeah! Dus het is nu tijd om het te vieren. Hé, dat is de auto van opa Toos. Hey, meneer. Hallo! Meneer, hoe gaat het met u? Ja, maar goed dan, met jou. Heeft u uw baantje, heeft u ervan genoten? Ja, ik wil echt vaker stage lopen bij jou. Ik vond het zo leuk. Wat fijn. Ik was vandaag, of gisteren ben ik van wanneer het was, van de hijskraan gevallen, wist je dat? Waarom? Ja, weet ik niet. Ik dacht dat mijn hamer daar lag. Alleen, toen bleek je daar niet te liggen. Toen struikelde ik en toen viel ik. Uw hamer? Ja, maar volgens... En heeft u... Nu uw hamer alweer terug. Nee, die heeft de politie in beslag genomen. Maar volgens mij denkt iedereen dat ik dood ben. Maar zullen we eerst langs de politie mijn hamer terughalen? Ik weet dat u daar vast goed in bent. Dat ga ik voor je regelen, jongen. Hallo, meneer. Hallo, deze meneer. Die werkt in de bouw. Ik weet niet in de bouw. Jawel, je werkt in de bouw. Ik werk in de bouw. U heeft wel een rare bouwvakkersoutfit aan, man. Ja, maar dit is gecamoufleerde bouw. Jullie hebben zijn hamer afgepakt. Hebben wij zijn hamer afgepakt? Ja. En wanneer zouden wij dat gedaan hebben? Wanneer hebben ze dat gedaan? Iets langer dan een week geleden al. Iets langer dan een week geleden zal wel. Iets langer dan een week geleden? Ja. Zal wel. Waarom is hij afgepakt dan? Hij was aan het timmeren en ja, dat mocht niet. Ik was eigenlijk helemaal niet aan het timmeren. Ik was donuts aan het vragen aan iemand. Oh, hij was niet aan het timmeren. Hij was donuts aan het plat slaan om de eierkoeken van te maken. Nee. Oh. Nou jongens, dan moeten we voor de Oldie Music hier weer een hamer kopen. Ik heb er één. Nou, ik heb een nieuwe hamer gekocht hoor. Die krijg je van mij. Oh, hoezo? Ja, gewoon. Voor het ongemak. Dankjewel, opa Toos. Opa Toos. Ja? Ik heb een goed idee. Ik heb een heel goed idee. Ik val altijd heel vaak van dingen af, weet je. Ik heb hele sterke rug gekweekt en zo. Maar ik dacht, wat nou als ik eens ga leren parachute springen met jou? Oh. Heeft u ooit wel eens parachute gesprongen? Ja, vroeger toen ik in dienst zat. In dienst? Ik heb ook Salut. In dienst. Salut. Wilt u van heel hoog ergens vanaf springen? Of niet zo heel hoog? Laten we het dan meteen goed doen. Oké, zoek maar het hoogste plekje op. Maar krijg je nou geen flashbacks? Nee joh, weet je hoe vaak het mij gebeurt dat ik ergens vanaf val? Het was nu alleen een beetje dramatisch. Bent u er klaar voor, opa Toos? We gaan de plek waar ik naar beneden ben gevallen, gaan we opnieuw tegemoetkomen. Deze keer samen. Moet ik dit helemaal klimmen? Ja, ik ga het hier nog redden, denk je? Ik ga het proberen. Ik ben hartstikke fit. Oké, ga maar. Ik volg je wel. Zo, we zijn er. Opa, Toos, we moeten nog zo'n 20 trappen. Oh, het ging hartstikke goed. Ik denk dat de rest ook goed gaat. Ja. Zo, we zijn er. Opa, we zijn er nog steeds niet. Opa Toos, kom op. Oké. Zijn we er al? Opa, het zijn niet de 20, volgens jou. Nou, kijk. 1, 2, 3, 4, 5, nee, niet 6, zo 7, tellen. 8, 9. Niet zo tellen. Nou, opa, we zijn er. Opa Toos. Oi. We zijn er gewoon. Ik opa, opstaan. Oei, wat hoog. Kijk, dat puntje daar was ik vanaf gevallen. Daar. Oh, en daar lag je hamer. Nee, dat zei iemand. Iemand belde me met een hele duistere stem. Die zei dat mijn hamer daar lag. En toen bleek het een val te zijn, maar toen struikelde ik. Dus ik weet ook niet of dat helemaal de bedoeling was. En toen viel ik. En toen viel ik op de grond. Oh. Dan gaan we kijken. Dus we gaan met open toos parachute springen. Het is zo gezien. Hoe heet dat ook alweer? De camera. Wat maak je ermee? Filmpjes. Foto's. Oh, ja, moeten we dat niet maken. Leuke foto. Komt hij op. Even lachen. Even goed poseren voor de foto. Moment. Ja, even kijken. Hallo! Zo, dat was een mooie foto. Nog één? Ja! Oh, je bent echt een model. Andere hoek. Andere hoek. Je bent echt een model. Je bent echt een model, Opa Toos. Bent u er klaar voor? Ik ga nog even genieten van het uitzicht. Waar gaan we naartoe? We springen. En vervolgens is het doel dat... Ziet u die blokken daar bij het blokkenpark? Ja. Land u maar daarop, op zo'n blok, helemaal bovenop. Dat gaat fout. Hoezo? Nee, dat kunt u wel. U springt eerst en ik volg u, oké? 3, 2, 1. Ik kom erin! Gaat u nog? Ja, daar gaan we. 3, 2, 1. Oh nee! Oh, open Toos! Oh. Niet terugkrabbelen. Nee. Niet terugkrabbelen. Nee. 3, 2,
Waar moest ik naartoe? Naar Blokkenpark, daar. Oké. Drie. Okay. In het water? Nee, op het Blokkenpark, echt op een blok. Ja, welk blok? Ja, dat grote blauwe blok wat u ziet. Oké. Drie, twee, één. Oh, daar gaat hij! Daar gaat hij! Daar gaat open toos! Moet hij je parachute openen? Open! Oh, hij heeft hem geopend! Ik ga er snel achteraan! Voor open toos! Daar gaan we! Parachute openen! Voor open toos is dit! We hebben het geleerd, kijkers! We gaan een keertje niet vallen! We hebben geleerd hoe we daadwerkelijk moeten vliegen met de parachute. In plaats van dat we altijd maar te pletten vallen. Wat eigenlijk veel te vaak gebeurt. Ja, daar gaan we. We kunnen dit, kijkers. We moeten erop landen. Dat is de bedoeling. Samen met Open Toes. Gaat u het nou niet halen? Dat vind ik een beetje jammer als hij het niet haalt. Kijk, ik land er keurig netjes op. Zo. Oh, ik val niet eens. Open Toes. Opa. Daar staat hij juist niet op geland. Maar trouwens, hoe kom ik er nu af, kijkers? Hoe kom ik er nooit af? Hoe ga ik dat halen nu dan? Oh nee! Help! De brandweer moet komen, help! Opa! Ja, ik zie u zwaaien, maar ik hoor u niet. Opa, ziet u mij? Hé, mijn panto! Hé, mijn panto is weer gestolen voor de nieuwste keer. Misschien kan ik voorzichtig naar beneden hier. Kijk, we gaan eerst hier. Zo. Oké, dat kan. Dat gaat. En dan moet ik eigenlijk nog een blok lagen. Kan dat? Ja, kijk, hier kan ik heen. Hier. Hoppakee. Zo, kijkers, we kunnen langzaam naar beneden. Waar is Open Toes? Waar is die heen? Oh, is daar. Opa, hoort je mij? We gaan het proberen, kijkers. We gaan het proberen. Daar gaan we. Ik heb een sterke rug. Ik kan dit. Auw. Oh. Ah! Opa, het gaat met me. Het gaat nog. Het gaat met me. Maak er geen zorgen. Je hebt een harde rug, zei je al. Ik zei, ik heb een harde rug. Ik kan dit allemaal. Oh, het was wel echt een val. Ik schrok wel echt eventjes. Okay. Bij mij ging het fout. Ja, ik zag het. U heeft het niet helemaal gehaald, hè. Maar hoe kom ik dit laatste stuk nou naar beneden? Want dit vind ik al heel hoog om te springen, zeg maar. Kan ik op dit blokje hier beneden landen, denk je? Haal ik dat? Jawel. Oké, weet je, ik ga het proberen. Oké, als het fout gaat, maakt u me dan wakker. Het gaat met me. Kijk eens aan, bij mij ging het fout. Ik ben gewoon naar beneden gekloppen. Ja, u bent hier niet helemaal opgeland, hè. Nee. Maar wat vond u van de parachutles? Ja, ik werd meteen in diepe gegooid. Ja, ik zag het. Ik dacht dat u de parachute eerst niet opende. Het duurde eventjes. Ja, ik kon het touwtje niet vinden. Oh ja, dat had ik misschien wel even moeten uitleggen van tevoren. Ja. Nou, we gaan even de auto van Open Toes terug ophalen. En dan gaan we even met hem, weet ik dat gaan doen. Oh, wacht, mijn auto is gestolen. Mijn auto is weg. Oh, nee. Oh! Stop, opa! Ik ben op oorlogspad! Opa! Opa, stop! Oh, ik kom er al aan, opa. Waar gaan we heen? Ja, naar de auto. Zo, die gaat snel. Oh, wacht even. Blijf staan, hè. Ik moet blijven staan? Hoezo moet ik blijven staan? Wat gaat er nou weer gebeuren dan, kijkers? Wat gaat er gebeuren? Opa! Opa! Opa, gaat het? Opa! Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Ja, die lacht daar. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Hoe kom je aan die skateboard? Ja, die lacht daar in dat steegie. Oké, daar gaat hij. Oh jee, opa. Oh jee. Dat was, is dat de politie? Opa. Opa! Ah, is een skateboard! Ik pak je skateboard wel, opa. Kom, Toes, we zijn er bijna. Kijk, ik heb de auto gevonden van Open Toes. Hoe leuk is dat nou, kijkers? Oh, wat ging je snel! Oh, oud! Kunt u hem even naar de begraafplaats brengen? En dan vind ik het wel goed. De begraafplaats? Ja, kunt u mij er even heen brengen? Wat gaat u doen? Ja, dat is privé. Heel privé. Zo. Nou, dankjewel, hé. Je kunt gewoon, u hoeft niet zo ver. Opa, u hoeft niet. Nou, dit is level, dit is service. Dankjewel. Nou, fijne dag. Ja. Dankjewel voor het parachute springen samen met mij. Was gezellig. Weet je wat we dan eigenlijk altijd nog horen te zeggen? Oud genoeg! Hoe oud? Dankjewel, opa. Tot ziens. Oké, kijkers. De reden waarom ik hier ben, is omdat hier iemand ligt en ik jullie eigenlijk nooit heb verteld. Er ligt hier iemand. En laatst was Max was er ook naartoe. Was ook naar zijn graf toe eventjes hier. Kijk, hier ligt hij. Dit is het graf van mijn overgrootopa. Henkie Jotem de Eerste. Dus overgrootopa, Henkie Jotem de Eerste.
Dankjewel voor alle wijze lessen die u in mijn familie heeft door laten stromen. Ik heb hier een roos voor u en die mag u hebben. Dankjewel, opa. Volgens mij dachten sommigen van jullie dat ik daar lag. Kunt u me nu nog even thuis afzetten? Oh, ja hoor. Dankjewel. Oh! Oh! Opa, wat doet u nou? Opa, oh. Wat doet u nou? Jongen, jongens, dat al jaren hier hebben wij ze af moeten pakken, joh. Oh, Jozef, wat doe je nou, man? Ik kwam met mijn hoofd tegen het stuur aan. Nou, doet hij het nog? Opa, toevallig ben ik automonteur, dus ik fix het zo voor je, oké? Okay? Oh, kijk eens, ja. Wat het talent. Oh! Oh! Nou, mijn bril! Dat was niet helemaal de bedoeling. Oh, agressief. Oh, ik wou, ja, kijk maar uit, hoor. Ja. Ja, ik vind het wel raar. Slaap op mijn hoofd, maar mijn rug is er. Mijn rug doet het. Hij doet het weer, denk ik. Hij doet het weer. Ik heb hem gemaakt. Oh, ik zie niks door die motorkap. Oh, ik moet de motorkap even naar beneden doen. Opa! Oh. Opa! Waar is het? De volgende, deze hier links. Deze? Deze, ja. Oh, okay, daar kan je niet doorheen. Zo, dat is, ik heb mijn hek. Ja, ik heb mijn hek beveiligd, joh. Ik zie daar kan je niet zomaar doorheen. Daar kan je helemaal niet doorheen, joh. Nou, dank je wel voor de leuke dag. Ja, geen probleem. Ik wens je nog een fijne voortzetting. En wie weet, tot ziens. Wie weet, tot ziens. Oud genoeg! Ja, hoe oud? Ah, kijk eens, ze zijn lekker weer thuis. Hé, hey, we missen spullen. Iemand heeft spulletjes weggehaald, kijk eens. Hé, er heeft iemand spullen gestolen. Wat? Kijk eens. Ah, ze zijn niet aan mijn notenskaatkoekjes gekomen. Althans, niet aan die. Maar, kijk eens. Iemand heeft van mijn voorraad gestolen. Wie heeft dat gedaan? Oh, zolang ze maar niet aan mijn materiaal in mijn monteurdeur hebben gekozen, zetel. Waarom staat deze auto hier? Opa, opa. Hij doet helemaal niks meer. doet hij het niet meer? Nee. Ik heb een idee. Oh, we gaan die. Opa, er zit al heel dicht tegen me, hè? Ja, dat maakt niet uit. En zo. Kijk, nu is het niet meer mijn probleem. Nu staat hij niet meer op mijn erf. Oh, vandaar. Ja. Gaat hij nou? Nee. Opa, stop. Nu wel. Opa, stop. Oh, wat ben... Ik ben mega sterker. Hoe bent u zo sterk? Hoe kan het met die knieën van u? Ik voel me hartstikke fit. Opa, oh, stop nou eens. Je doet hem nog mijn deur naar binnen. Wacht even. Je mag op mijn erf monteren. Helemaal toegestaan. Ja, dat was toch automonteur? Ja, dat klopt, maar ik ging eerst even snel mijn automonteur kijken. 2 seconden. Oh, kijk eens, als er maar niks gestolen is hieruit. Ik zie het al. Kijk, ze hebben mijn gereedschap gestolen. Kijk eens, iemand heeft iets gestolen. Iemand heeft dozen gepakt en mist ook een doos. Kijk eens, weten jullie wie er uit mijn huis heeft gestolen? En hij liep trouwens met een band. Zagen jullie dat? Opa, wat weten wij dit doen? Ja, ik heb de band eraf gehaald. En ik wilde even zeggen dat ik wel een band voel tussen ons. Dus die wezen wil ik aan u geven. Ah, dat vind ik echt heel aardig van u. Kijk eens alsjeblieft. Nou, dank u. Oh, u heeft er ook één voorbij. Ja, ik kan er maar eentje dragen tegelijk. Dus ik neem hem wel mee naar mijn garage. Dank u wel, opa Toos. En opa, weet u ook weer? Opa Jozef. Jozef, de coolste opa van de stad. Jozef, dank u wel. Ah, kijk eens, ik Jozef. Heb tenminste een wiel gekregen van hem. Dat vind ik wel heel leuk. Alleen het enige jammer is... Is dat er nog steeds gereedschap van mij gestolen is? Kijk eens, ik denk dat het tijd is voor wraak. We moeten degene die en mijn donuts heeft gestolen en mijn notenskaatkoekjes en wat gereedschap, die moeten we wraak opnemen. Dus we gaan een plan bedenken. Jullie moeten ook een plan bedenken. Hebben jullie het gezien? Weten jullie hoe die eruit zag? Degene die misschien met dozen door mijn huis liep, misschien met gereedschap of donuts, weet ik van wat. Laat het even in de comments achter. En dan zie ik jullie weer in de latere video. Kijk eens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zie jullie later allemaal weer. En ik leef natuurlijk gewoon nog. Tot de volgende keer. Abonneer. Wow. Ik was even aan het gapen hoor. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.